Schiphol en KLM zijn samen een proef gestart, biometrisch worden. En houdt in dat je een paspoort laat scannen, dat je je instapkaart laat scannen en dat er een foto gemaakt wordt van je gezicht. Daarna loop je naar deze opstelling hier, waar je biometrisch kan worden. En je toont daar alleen maar je gezicht. Je paspoort, instapkaart blijft in je borstzak of in je tas. En bij een groen lampje loop je lekker snel door naar het vliegtuig. Het doel van deze proef is om te kijken hoe wij de passagier zo vlot en efficiënt mogelijk naar het vliegtuig kunnen brengen. Deze proef duurt minimaal 3 maanden, maar wat mij betreft nemen we alle tijd ervoor om de test zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.